Arcturische healing met elementalen en goddelijke vlammen. Naarmate we onze energie verhogen en we de ene na de andere transformatie ondergaan, is het belangrijk om nieuwe helende energie naar de aarde te brengen die aangepast is aan onze groei. De energie en de healing die je krijgt via Reiki is nog steeds heilzaam, maar eigenlijk niet meer voldoende voor de uitdagingen en de diepere trauma's waar we nu en de komende jaren tegenaan zullen lopen. Daarom werd ik geleid om samen met mijn Arcturische sterrenfamilie een nieuwe healing aan te bieden. En deze transitie, dat is een overdracht van energie, gaat niet alleen je fysieke lichaam, maar ook al je lichtlichamen. Het brengt de verandering teweeg in je overtuigingen, het helpt je emoties te transformeren en het transmuteert energetische ballast die er eventueel al dan niet nog zou zijn. Nu, ik heb bewust deze video of audio opgenomen zonder muziek, omdat je dan zelf kan kiezen of dat je deze healing wenst te ontvangen met of zonder muziek. Wanneer je klaar voor bent om deze overdracht te ontvangen, kan je gaan liggen of zitten op een comfortabele, rustige plek. Je sluit je ogen wanneer je klaar voor bent. Zet eventueel muziek op als je dat wenst. En dan adem je richting je buik, waarbij dat je bij elke ademhaling je stress en spanning loslaat. En bij elke inademing je ontspanning en de rust inademt. Laat alle afspraken, alle zorgen en alle to-do's los. En zak bij elke ademhaling nog dieper in die ontspanning en in de rust. Voel hoe de energie door je armen en je benen stroomt. En laat alles wat je niet meer nodig hebt wegstromen via je benen naar de aarde. Adem in en laat je buik boller worden. En adem dan opnieuw uit via je mond. En je kan dit zo doen zodat je in 4 tellen inademt. Dan even je adem vasthoudt gedurende 3 tellen. En vervolgens zachtjes terug uitblaas in 4 tellen. Deze manier van ademen wordt ook wel eens de kosmische ademhaling genoemd. Dus 4 tellen in. 3 tellen vasthouden. En dan opnieuw weer 4 tellen uitblazen. Dan vraag ik je hogere zelf om je bij te staan bij deze transitie. Geef ook toestemming aan je hogere zelf om in je energieveld te komen. Blijf rustig doorademen en laat je energieveld zich geleidelijk aanpassen om de healing te ontvangen. Zeg, mijn lichaam staat nu open om te worden genezen door Arcturische helende energie van 5D en hoger. Mijn lichaam staat nu open om te worden genezen door Arcturische helende energie van 5D en hoger. Visualiseer en voel hoe een beschermend schild er rond je heen oplicht, net als een kosmisch ei. Een kosmische ei is de oervorm van spiritueel licht en van energie, het begin van alles. En laat vervolgens een blauwe lijn rond je aura en het ei oplichten. En roep het Arcturische licht, de blauwe vlam, aan om je lichtlichamen op te vullen. Vier Arcturische healers staan om je heen. In elke windrichting 1, zodanig dat je vanuit elke richting van dit Arcturisch licht wordt voorzien. Via hun handen sturen ze jou de helende energie. Jezelf staat op het middelpunt van een 5-puntige ster. En het Arcturische licht dat je ontvangt, verbetert je lichtlichamen en versterkt je aura, zodat het op een gelijkmatige manier gaat gaan pulseren, gaat gaan trillen. Blijf rustig doorademen
Vraag vervolgens om het ondersteunende netwerk van de 12 Arcturische kristallen verspreid over de aarde te activeren. En zie hoe vanuit het netwerk van de 12 kristallen en het kristallengrid rond de aarde een regenboogkoord naar jouw energieveld gestuurd wordt. En via de weefpuntige ster waar hij opstaat, eindelijk in jouw systeem terechtkomt. Dus je ziet hoe dat de regenboogstraal de weefpuntige ster oplicht, om van daaruit via het middelpunt van de weefpuntige ster jouw energieveld ingestuurd te worden. Je hogere zelf verbindt je met het interdimensionele zelfregulerend stelsel van de aarde, zodat je op dit moment niet alleen jezelf, maar ook de aarde heel de energie stuurt. Ik breng de genezers die je nu nodig hebt bij je om weer balans te brengen in je lichtlichaam en in je ziel. Je werkt met hen samen, je leert van hen. En je bent open om alles voor je hoogste goed te ontvangen. Ik breng de genezers die ik nu nodig heb bij me om meer balans te brengen in mijn lichtlichaam en in mijn ziel. Ik werk met hen samen en leer van hen. En ik ben open om alles voor mijn hoogste goed te ontvangen. De lichtwezens en de healers die nu nodig zijn voor jouw groei zijn aanwezig in je energieveld. En ondersteunen de reeds aanwezige Arcturische healers en je hogere zelf. De healers en lichtwezens nemen je lichtlichaam mee naar de kristallen heelkamers van Arcturië. Blijf rustig doorademen. Focus op de regenboogkoord en je verbinding met de aarde. En weet dat er niets kan gebeuren. Je bent veilig en er wordt voor je gezorgd. In de kristalkamer word je geleid door de gidsen en je neemt plaats op een kristallen bed. Ik vraag dat alle codes verankerd in je DNA en je systeem om te activeren en om onder leiding van je hogere zelf en gidsen je bewustzijn te verschuiven naar 5D-bewustzijn. Bevestig deze activatie door te zeggen: ik verschuif nu naar een hogere dimensie. En terwijl je dit doet, houdt een van de Arcturische healers zijn handen ter hoogte van je derde oog. Het kan zijn dat je tintelingen of een temperatuurverschil voelt. Het kan ook zijn dat je niets gewaar wordt. Terwijl je op het kristallen bed ligt, kan je contact maken met je 5D zelf. Je ontvangt nu een beeld van je 5D zelf ter hoogte van het kristallen meer. Je ziet jezelf zitten en het uiterlijk kan hetzelfde zijn of verschillen. Het belangrijkste is dat je je verbindt met de kern van je 5D zelf. Via de gouden koord die tussen jou en je 5D zelf bestaat, kan je de essentie van je 5D zelf integreren in je huidige zelf. Laat het proces gebeuren. Probeer het ook niet te forceren. En wat nu mag gebeuren, zal gebeuren. U blijft ondertussen verder healing ontvangen via het Arcturische licht en de healers. Ik kan nooit te veel of te weinig ontvangen. Het is altijd goed zoals het is. Elk element dat in jouw lichaam aanwezig is, wordt tevens ook verbonden met de elementalen op aarde en geoptimaliseerd. Alle 5D-poorten in de oceanen openen zich en worden geactiveerd met deze healing.
je emotionele lichaam ontvangt en verstuurt via deze 5D-poorten helende energie. Het element water wordt in je fysieke lichaam uitgebalanceerd en geoptimaliseerd. Aartsengel Gabriël houdt je emotionele lichaam in balans en stuurt helende energie doorheen je systeem. Absorbeer de energie in je volledige systeem en laat de overtollige ballast en de helende energie via je beenkanalen naar de aarde stromen. Ik vraag dat de Lemurische healing codes in het element lucht geactiveerd en ontvangen mogen worden via de energie van aartsengel Raphaël. Laat de energie doorheen je mentale lichaam stromen. En laat negatieve gedachten transmuteren via de vlam van Raphaël. Absorbeer ook deze energie in je volledige systeem en laat het opnieuw via je beenkanalen naar de aarde stromen. Vanuit de kern van de aarde brengt aartsengel Uriël het element aarde in balans. Je bent verbonden met het kristallen grid van de aarde. En de aardende energie stroomt door je grondingskoren tot in je hartchakra. Absorbeer ook nu weer de regenboogenergie in je volledige systeem en laat het via je beenkanalen naar de aarde stromen. Aartsengel Sandalphon brengt de zilveren straal tot aan je voetchakras. Met de elke inademing stroomt deze energie doorheen je volledige fysieke lichaam en balanceert de goddelijke vrouwelijke energie in jezelf. Vervolgens komt aartsengel Michael en hij brengt samen met aartsengel Metatron de verbinding tussen de centrale zon en je kroonchakra tot stand. Je chakrasysteem wordt uitgeleend door de gouden energie van de zon. Het vuur van de zon verbrandt alle blokkades die er nog zijn tussen jou en de bron, je hogere zelf. Hierdoor kan je beter je innerlijke leiding en je intuïtie horen, voelen, weten en zien. Absorbeer de gouden energie in je volledige systeem en laat het via je beenkanalen naar de aarde stromen. Aartsengel Metatron balanceert verder de goddelijke mannelijke energie in jezelf. Blijf rustig doorademen en laat alles gebeuren. Laat vervolgens alle energieën die je op dit moment ontvangt samenkomen in je hartchakra. En daar vormen ze samen een diamant dat helder straalt en jou een warm gevoel geeft. Laat alle elementalen zich verder optimaliseren. En wees dankbaar voor de overziel van je fysieke lichaam. Net zoals elke kristal heeft ook jouw kristal, je fysieke lichaam, een overziel dat verantwoordelijk is voor je lichaam. Het zorgt ervoor dat je gezond blijft en werkt dus met hen samen om je gezondheid en je lichaam te optimaliseren voor je hoogste goed. Breng dan je aandacht terug naar de kristallen heelkamers, waar de Arcturische healers de healing verder afronden. En voel hoe dat ook het Arcturische licht doorheen je volledige systeem stroomt. Laat het tot in elke cel stromen. Laat het je DNA transmuteren in je nieuwe 5D-cel. Laat het je spijsverteringsstelsel, je botten, je huid, je organen. Laat je volledige systeem het Arcturische licht die healing opnemen en
en alles loslaten en transmuteren wat er niet langer nodig is. Je gidsen brengen je lichtlichaam terug naar de aarde. Geef je fysieke lichaam de tijd om te wennen aan deze hogere energieën. Adem goed in en blaas goed en krachtig uit. Alle lichtwezens die je geholpen hebben tijdens deze transmissie en healing verlaten je energieveld. Je grondingskoorden worden aangepast en geoptimaliseerd. Je energieveld wordt beschermd en geoptimaliseerd. Zeg vervolgens 3 keer: ik ben, gevolgd door je naam. En kom volledig terug in het hier en nu. Kom volledig terug in het hier en het nu. En open je ogen wanneer je er klaar voor bent. Uit de dankbaarheid voor deze transitie. En stuur licht en liefde naar de aarde en de lichtwezens die je bijstonden.